naar een nieuwe vlog. En het is alweer een tijdje geleden dat jullie een vlog van ons hebben gezien. We waren natuurlijk hartstikke druk. Deze week gaan wij naar Wonder Woman. Wonder Woman. Heel benieuwd. Veel plezier. The gods gave us many gifts. One day you'll know them all. This is where we keep them. It's beautiful. Who would wield it? Only the fiercest among us even could. And that is not you, Diana. Wonder Woman gaat over Diana. Zij is een prinses van een eiland. Een hele moeilijke naam. Maar Zeus die heeft dat beschermd zodat niemand het gezien. En dat is niet het enige wat beschermd is, want Diana wordt ook heel erg beschermd opgevoed door haar moeder. Komt er uit het niets een piloot. Die heeft een boodschap. Die zegt dus dat er buiten hun veilige haven, dat daar oorlog is. Hij gaat met de piloot mee naar de buitenwereld, de bewoonde wereld, de echte wereld, onze wereld. Dan gaat ze helpen, gaat ze vechten. En wat daar allemaal gebeurt, ja, dan moet je maar gaan kijken. Be careful, Diana. If no one else will defend the world, then I must. Welcome to jolly old London. It's hideous. Yeah, it's not for everybody. Gal Gadot wilde eigenlijk stoppen met acteren. Bijna wel een rol, toch niet geworden. Totdat Jack Snyder, de producer van Wonder Woman, haar belde of ze auditie wilde doen. Voor geheime rol. Ze wist niet zo goed waar ze auditie voor deed. Toen werd ze teruggebeld voor een callback. En 6 weken later hoorde ze dat ze de rol te pakken had. Mocht ze het nog tegen niemand zeggen. Zo kan het gaan. How can a woman possibly fight in this? Fight? We use our principles, although I am not opposed to engaging in a bit of fisticuffs should the occasion arise. Als het nou niet gaat waaien, is het op zich best leuk. Nou, vertel eens wat leuks. Gal Gadot was tijdens de reshoot, was ze 5 maanden zwanger. En toen hebben ze dus voor haar een kostuum gemaakt met greenscreen om de buik heen, dat ze in de edit weg konden werken. Hebben we daar beelden van? Nou, daar hebben we dus geen beelden van. Dat is jammer. Geloof ons maar gewoon. Ja. We hebben het ook maar gelezen. Have you never met a man before? I mean, what about your father? I had no father. I was brought to life by Zeus. Well, that's neat. Over de jaren heen waren er een aantal actrices die zich gedacht hadden voor de rol van Wonder Woman. Waaronder Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Eva Green en Kristen Stewart. Leuk zo. Het is niet de regendans, maar de winddans. Oké, ja, hij is weg. Kom. Voor de rol van Steve Trevor waren Liam Hemsworth en Alexander Skarsgård ook in de running, maar de rol is uiteindelijk gegaan naar Chris Pine. Speelt het verhaal zich af in de Tweede Wereldoorlog. In de film hebben ze ervoor gekozen om het in de Eerste Wereldoorlog af te laten spelen. Als je er wat aan hebt. Ja, en daar zijn we hoor. We hebben hem gezien. Het is een hele vermakelijke film. Ja, ik vond hem wel tof. Ook heel erg tof. Ja. Ik vond Gal Gadot erg goed. Chris Pine, erg mooi ook. Zeker waar. Chris Pine, erg goed. Ja. Iets minder mooi. Ja, die heeft wel hier en daar wat laten doen. Ja, maar niet alles was even goed. Wat was er niet goed, Nienke? Ik vond niet alle bijrollen even goed. Nee, dat is wel jammer. Niet alle special effects waren even... Ja, dat is een beetje jammer. Het spijt me zeer, maar Doutzen... Je bent prachtig! Je bent echt prachtig. Maar nee. 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 Dat hele eiland zit vol met mooie vrouwen eigenlijk. Ik ben ook Wonder Woman. Ja. Oh ja, Ik ben iets minder appetijtelijk dan Gal. Als die bijrollen nou stuk voor stuk ook super goed zouden zijn, ja, net zoals de hoofdrollen, dan zou die film gewoon top zijn. Het is gewoon jammer. Dat is gewoon jammer. Het is niet nodig. Nee. Maar bel ons. Zien... Ja, en het vechten. Ja. Het vechten vond ik wel echt heel tof. Ja, je ziet wel dat ze gewoon maandenlange training hebben gehad. Hoe het gefilmd is, is heel gaaf. Omhoog. Dus dat, ga hem zien. Ga hem zien.
Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. In the name of all that is good, your wrath upon this world is over. Vond je dit nou een leuk filmpje? Like het filmpje dan even en doe een duimpje omhoog. Of volg ons natuurlijk op de verschillende social media kanalen. Ja, en volgende week zijn we er helaas niet, maar die week daarna wel weer gewoon. Dus tot dan! Doei!